allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie een uitbreiding laten zien voor Talisman en dat is de Reaper. En de Reaper voegt een aantal dingen toe aan het spelletje, onder andere een hele stapel nieuwe adventure kaarten. En die kan je gewoon door je basisdek heen schudden, ook al gebruik je deze uitbreiding niet. Hetzelfde geldt voor nieuwe spelkaarten. We krijgen 4 nieuwe karakters om mee te spelen, ook die kan je gewoon weer gebruiken als je niet met deze uitbreiding speelt. Dus wat dat betreft is het meer van hetzelfde. Daarnaast krijgen we deze kaarten. Ga je naar de Warlock's Cave, dan hoef je niet te dobbelen welke opdracht je gaat krijgen. Maar we hebben een stapeltje kaarten, waaronder de 6 opdrachten die op het vakje staan, maar ook 6 nieuwe opdrachten. En vanaf nu mag je uit deze stapel kaarten mag je er eentje kiezen en dat is dan de opdracht die je gaat doen om een talisman te verdienen. Maar de uitbreiding heet natuurlijk ook de Reaper, omdat de Grim Reaper daarin zit. Deze gaat rondlopen over het bord. En elke keer als een speler een 1 gooit met zijn bewegingsdobbelsteen, dan mag die speler na zijn beurt de Reaper gaan verplaatsen. En eindigt de Reaper zijn verplaatsing bij jou in het vakje, dan kan het zomaar zijn dat jouw karakter dat niet overleeft. Dus laten we snel gaan kijken hoe die gaat. Om te beginnen 4 nieuwe karakters met hun speciale eigenschappen. Aan het einde van het spel zal ik alle 4 deze kaarten nog even laten zien, zodat je rustig kan kijken wat alle speciale eigenschappen zijn van deze nieuwe karakters. En voor de zekerheid, ze komen ongeverfd uit de doos. Ik heb ze alleen zelf even een kleurtje gegeven. Daarnaast dus een nieuw stel spelkaarten. En die kan je gewoon door het basisspel heen schudden. Geen enkel probleem. Die hebben niet te maken met deze uitbreiding. En dat zijn er 26 in totaal. Dan hebben we maar liefst 90 nieuwe adventure cards. Ook deze kan je gewoon door je basisspel heen schudden. En dat zijn weer allemaal nieuwe events, monsters en dingen die tevoorschijn komen. Een Hydra met strength 4. Nou, moet lukken zeg je. Maar ook al win je van dit monster, dan moet je alsnog daarna weer een dobbelsteen gooien. Gooi je een 1 of een 2, dan komt die weer tevoorschijn en blijft die daar liggen voor de volgende speler. Want dan telt het als een standoff. Een van de locaties kan veranderen in een tombe. En dat kan heel naar zijn, want gooi je een 1 op die plek, dan word je aangevallen door een demon met craft 10. Gooi je een 2, dan word je aangevallen door een white met craft 4. Het wordt steeds makkelijker en leuker, want bij 3 word je nog maar aangevallen door een shadow met craft 2. Vanaf 4 heb je niks. Bij 5 verdien je 3 goud en gooi je een 6, dan krijg je zomaar een talisman. Het is toch wel een hele interessante locatie die dan op het bord verschijnt. En omdat dit zo'n grote stapel is, zit er natuurlijk ook gewoon een extra talisman in het adventure deck. Er zitten soms ook kaarten bij dat het bord een beetje opgeruimd gaat worden. Bijvoorbeeld een closed shop, business is bad. Alle locaties die op het bord liggen, die gaan er vanaf. Overigens zijn alle kaartjes en kaarten uit deze uitbreiding weer te herkennen aan het in dit geval schedelsymbooltje links op het kaartje. Maar nogmaals, al deze adventure kaarten kan je gewoon door de basisstapel heen gaan schudden. Waaronder ook nog deze paard en wagen en dan mag je maar liefst 8 extra objecten bij je hebben. Of hier nog een locatie, de arena. Je mag 1 karakter die in dezelfde regio staat, mag je naar je toe halen. Dan staan jullie samen in de arena en dan ga je met elkaar vechten. Het is wel eenmalig, want na het gevecht verdwijnt de arena. Nou, de laatste die ik nog even wil laten zien is deze genie in de bottle. Als je deze vindt mag je de bovenste 3 kaarten van het speldek aftrekken. Die leg je op de genie. En die 3 spels mag je dan gedurende het spel 1 keertje inzetten alsof je hem zelf kast. En als ze op zijn gaat ook de genie naar de aflegstapel. Maar dat zijn dus een aantal voorbeelden van de kaarten die in dit adventure deck zitten. Dan hebben we de Warlock's Cave. Kom je daarop dan mag je een dobbelsteen rollen. En de dobbelsteenworp bepaalt welke quest je krijgt om een talisman te gaan verdienen. We hebben nu deze kaartjes en in plaats van dat je nu met deze dobbelsteen gaat gooien, mag je gewoon deze stapel kaarten bekijken en je mag een opdracht uitzoeken. Alhoewel ik het persoonlijk nog leuker vind om deze stapel even te schudden en gewoon de bovenste kaart te trekken en dan maar te zien wat je krijgt. Maar officieel mag je alle kaartjes bekijken. Daar zitten ook de 6 opdrachten bij die er standaard al op het bord staan, maar er zitten ook 6 nieuwe opdrachten bij. Nou ja, in dit geval mag je dus een opdracht kiezen, hopelijk een opdracht die je makkelijk kan volbrengen. Bijvoorbeeld leg 3 goud af. Pak je dit kaartje, laat je de rest liggen voor andere spelers. Je dropt 3 goud zodra je dat hebt. Het kaartje gaat uit het spel, dus deze opdracht kan niet meer door een andere speler gedaan worden. En je komt hier terug en je krijgt je talisman. En die 6 nieuwe opdrachten zijn Travel to the City. Leg 5 punten aan Craft Trophies af. En die heb je ook in de Strength variant. Je moet 1 Fate Token afleggen. Je moet naar de Cursed Glade verplaatsen. Of je moet 1 spel afleggen. En dus in totaal aan het begin van het spel 12 opdrachten waar je er eentje van mag uitzoeken. En doordat je mag uitzoeken maakt het wat dat betreft misschien wel iets makkelijker om aan een talisman te komen mocht je hier aankomen en die nog niet hebben. Dan het hoogtepunt van deze uitbreiding en die heeft ook denk ik wel de meeste invloed op het spelletje. We krijgen namelijk de Grim Reaper. Nogmaals, het poppetje komt niet geverfd uit de doos, ik heb hem zelf even een kleurtje gegeven.
Anders is die gewoon saai grijs. Maar de Grim Reaper gaat over het bord heen lopen. En als je die tegenkomt, dan kan dat heel slecht aflopen. De Reaper begint het spel op de Portal of Power. Hij komt niet in de binnenste regio, want daar is hij al aanwezig. Maar hij loopt wel door de middelste en de buitenste regio, dus daar kan je hem tegenkomen. En als je de Grim Reaper gaat verplaatsen, die mag altijd gewoon gratis oversteken van de tempel naar de tavern. Dus hier via dit oversteken hier. En ook de Sentinel houdt hem niet tegen. Dus hij mag altijd van de middelste naar de buitenste regio of andersom langs de Sentinel lopen. Die houdt hem niet tegen. Maar het liefst blijf je zo ver mogelijk uit de buurt van de Reaper. Wanneer gaat de Reaper lopen? Als jij als speler een 1 gooit. In dit geval doe je eerst je eigen actie. Dus stel ik sta hier en ik gooi een 1. Nou, dan ga ik hierheen en ik trek een kaartje en die encounter ik. Ben je klaar met je beurt? Omdat je een 1 hebt gegooid, gooi je vervolgens nog een dobbelsteen. Of nog een keer dezelfde dobbelsteen. En die bepaalt hoeveel stapjes de Reaper gaat lopen. In dit geval 3. Dus ook nu kan ik natuurlijk kiezen, gaan we links of gaan we rechts. Je moet de hele move afmaken. En ik kom hier terecht en verder gebeurt er niks. Wanneer wordt het interessant? Stel, de Reaper staat hier. Ik gooi een 3. 1, 2, 3. En ik laat de Reaper bij een andere speler in het vakje komen. Of bij meerdere spelers. In dat geval moet die speler, of als er meerdere spelers staan, mag ik iemand uitzoeken. Die wordt aangevallen door de Reaper. En die moet een dobbelsteen gaan gooien. En het resultaat van die dobbelsteen bepaalt hoe vervelend dat is. En dat staat ook netjes op deze kaart aangegeven. Maar ja, de eerste is gelijk de vervelendste. Zoals met Talisman wel vaker, laag gooien is niet goed. Gooi je nu een 1, dan is je karakter dood. It is time. Lose all lives, you are killed. Oftewel, al je spullen droppen waar je bent, je poppetje gaat van het bord en mag een nieuw karakter uit gaan kiezen. En dat is natuurlijk heel vervelend als je net hier in de tweede ring bezig bent en je denkt, nou, ik ga maar eens even proberen of ik naar de middelste regio kan gaan. En dan kom je de Reaper tegen. Dus een goede reden om de Reaper ver weg te willen houden, uit de buurt te blijven van die Reaper. Want stel dat die bij je op het vakje komt en je gooit een 1, dan ben je af. En ook daarom wil je met deze uitbreiding heel graag in afval 1 fate token ten alle tijde in je bezit hebben. Zodat mocht je nu die 1 gooien, dat je nog kans hebt op een reroll. Gooi je daarna weer een 1, dan heb je natuurlijk pech, want je mag maar 1 reroll doen per dobbelsteen. Nou, daarna wordt het allemaal wat minder erg. Gooi je een 2, dan moet je een van je followers afleggen, random. Heb je geen followers, dan verlies je een leven. Gooi je een 3, dan gooi jij 2 dobbelstenen en de Reaper moet 2 dobbelstenen gooien. Dat mag je zelf doen of je laat even iemand anders gooien voor de Reaper. Wint de Reaper, dan verlies je een leven. Is het gelijk spel of win jij, dan gebeurt er niks. Gooi je een 4, dan ga je een potje schaken, a game of chess, je verliest gewoon je volgende beurt. Dus gooi je een 5, dan heb je leedvermaak, want dan heeft de Reaper een foutje gemaakt, there has been a mistake. En je mag de Grim Reaper verplaatsen naar een speler naar keuze ergens anders op het bord, ook in een andere regio. Bijvoorbeeld nu zeg ik, nou dan komt hij lekker bij jou staan. En nu moet die speler dus gelijk weer een dobbelsteen gaan gooien en dan ook maar weer zien hoe die ontmoeting gaat aflopen. En natuurlijk een 6 gooien, dat is dan wel weer voordelig. Het is niet alleen maar dood en verderf. Gooi je een 6, dan heeft de Reaper grootse plannen met jou. I have plans for you. Je mag kiezen, je krijgt een strength, of een craft, of een leven, of een goud, of een spel, of een fate token. Of je mag teleporten naar elk ander vakje in dezelfde regio als je volgende verplaatsing. Dus in je volgende beurt hoef je niet te dobbelen, maar mag je zelf weten naar welk vakje binnen dezelfde regio je verplaatst. Dat is wat de Grim Reaper doet. En in de basis wil je dus altijd het liefst zo ver mogelijk van die Grim Reaper vandaan blijven. Om te voorkomen dat hij op je vakje komt en je dan een 1 gooit en dan ben je af. Staat de Reaper ergens, dan kan je gewoon langs de Reaper lopen of je mag zelfs op het vakje eindigen. Je hoeft alleen maar met de Reaper in gevecht te gaan op het moment dat een andere speler hem precies op jouw vakje laat eindigen. En net als de spelers is ook de Reaper verplicht zijn volledig aantal stappen te zetten. Hij kan dus vrij heftig zijn, die Reaper. Meestal kan je hem op zich wel redelijk ontwijken door lekker aan de andere kant van het bord te blijven. Mocht je toch aangevallen worden, nou ja, dan heb je alsnog een kans van 1 op 6 dat je het niet overleeft, maar 5 op 6 dat je het dus wel overleeft. En heb je dan ook nog een fate token over, ja, dan is de kans natuurlijk helemaal klein dat je 2 keer achter elkaar een 1 gaat gooien. Maar ja, ook dat kan natuurlijk een keer gebeuren en zonder fate token heb je dus ook al meer kans. Dus wees je daar even bewust van als je met de Reaper uitbreiding gaat spelen. En mocht je het niet leuk vinden, kan je de Reaper er natuurlijk ook gewoon uitlaten. Maar je hebt dan wel een hele stapel nieuwe adventure kaarten, nieuwe spelkaarten en 4 nieuwe karakters. Plus dan die Warlock Scheef met meer opdrachten.
En dan zal ik nu nog even de vier karakterkaarten in beeld laten zien. Dan kan je hem stopzetten en even lezen wat hun speciale abilities zijn. Maar voor nu, mocht je nog vragen hebben over de Reaper-uitbreiding van Talisman of Talisman in het algemeen, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.